en tof dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Vandaag is mijn laatste vakantiedag. Ik heb echt super lang zomervakantie gehad. Het is nu 11 september of zo. En ik heb dus gewoon nog vandaag vakantie. En iedereen is al 2 weken of 3 weken of zo naar school. Maar ja, ik niet. En het heeft de hele dag super hard geregend. Echt. Ik heb echt niks kunnen doen. Mijn hond wou niet naar buiten. Mijn hond wou niet poepen. Niks. Wat een poepdag. Of tenminste, poepweer. Maar daarentegen, ik hou echt van een beetje winterachtig. Ik hou van truien. Ik hou van warm eten, warm drinken. En mijn mama is zo lief geweest om chocolademelk. En even kijken. Slagroom mee te nemen. Dus ik ga nu even warme chocolademelk maken. Alleen, ze heeft dus half vol genomen. En dat is echt way, way, way minder lekker dan volle. Even goed schudden, anders krijg je van het waterige drap. 2 minutes, please. Dank u, dank u. Oh, ga er even op, bitch. Oh, yes. 1, 2, 3, go. Ik heb echt al te lang geen chocolademelk meer gedronken. Ik heb trouwens ook extra pure chocolade dingen, hoe heet het? Pepernoten. Mijn moeder wil me dik maken, maar ik moet gezond gaan doen maar vandaag. Is wel als next op me, dat is het mag vandaag. Ha. Ik heb zin in chocolademelk. Oh my god, I got my chocolate milk. Is het even lekker te vreten. Maar het is vandaag dinsdag. Ik ben net terug van school. Ik had maar een paar uurtjes school, maar het was nog niet les en zo. We moesten eerstejaars inleiden en zo. En weet ik veel. Vet saai. Ik heb vandaag nog helemaal niks gegeten. En het is nu echt al iets van 3 uur, 3:30 of zo. Dus ik heb net eventjes broodjes ei gemaakt. Vet lekker. Dus die ga ik even opeten nu. En mijn mama is er. Vandaag is het alweer donderdag. En ik heb dus blijkbaar opeens vandaag en morgen vrij. Want ik had sportdag of zo. Maar het is dus weer alleen maar aan het gieten. Dus dat gaat niet door. Yes! Ik heb dus een paar seconden geleden een oogmeting gedaan. Bij zo'n oogservice. En ik ging daarheen omdat ik soms het gevoel had alsof ik scheel keek. Maar dan vroeg ik aan moeder, mam, keek ik scheel? En toen zei ze nee. En omdat ik gewoon heel veel druk op mijn hoofd en op mijn ogen had en zo. Dus ik dacht van laat ik het gewoon voor de zekerheid even testen. En ik heb dus een sterkte van -0,25 voor dichtbij en ver weg of zo. Zoiets zei die vrouw. Ik heb geen idee, ik heb geen verstand van brillen. Maar zoiets zei die vrouw en zo. Dus ik moet dus binnenkort een bril. Chelsea en een bril. En als er één iemand is die geen brillenhoofd heeft, ben ik het. Alleen ik vind lenzen vet eng, joh. Dan ga je dan niet zo'n stukje plastic in je ogen zetten. Dat vind ik gewoon eng. En ik heb ook deze body mist van de Action nog even erbij gehaald. Ik heb ook deze in het paars en ze zijn gewoon fucking lekker. Dus ik heb ook even de groene erbij gehaald. Ik vind de paars wel lekkerder, maar oh. Oh. Heerlijk. Vandaag is het alweer zaterdag. En ik wil jullie gewoon even wat vertellen, want ja. Zoals jullie weten ben ik dus laatst naar een soort van opticien geweest. Die hebben mijn ogen gemeten en daar kwam uit dat ik -0,25 had. Maar zoals ik jullie ook al had verteld, heb ik heel veel hoofdpijn, druk op mijn ogen, allemaal van zulke klachten. Dus die vrouw zei van ja, je hebt misschien wel maar 0,25, maar dat kan misschien wel dat problemen oplossen. Dus ik ging vandaag kijken voor een bril bij een andere brillenzaak. En toen wilden ze nog een test met mijn ogen doen voor de zekerheid. Ja, weet je, dat moet altijd meestal wel. Dus ik ging nog een oogtest doen, oogmeting, hoe je dat ook wilt noemen. En er kwam dus weer uit dat ik gewoon -0,25 had. En die man zei van, er is sowieso wat anders aan de hand. Dus wat we dus gingen doen is, ik moest in een soort van door een bril kijken. En daar zag ik een rondje en een kruisje. En mensen die gewoon goede ogen hebben, die gewoon goed staan en zo, die zien dat kruisje precies in het midden. Ik zag dat kruisje helemaal aan de rechterkant van dat rondje. En dat betekent dus dat mijn linkeroog een beetje naar binnen staat. Als je nu zo naar mijn ogen kijkt, dan zie je niet echt dat mijn oog een andere kant op staat of zo. En dat komt omdat mijn oog dus heel veel werk probeert te doen om ze gewoon recht te houden. En dat is de reden waarom ik heel veel hoofdpijn en zo heb. En ja, waarom ik dus vet veel druk op mijn ogen heb en zo. Kijk, ik voel zeg maar als je zeg maar gewoon een hele lange tijd scheel gaat kijken nu.
dan voelen dat, zeg maar, die druk heb ik de hele dag, elke dag door. Ik heb ook heel veel hoofdpijn erbij. En ik ben gewoon super moe. En dat komt dus daardoor. En het is gewoon super vreemd dat ik het opeens heb. Ik heb er gewoon opeens last van. En het wordt alleen maar erger eigenlijk. Dus er moet sowieso iets aan gedaan worden. En ik moet dus naar een opti, even kijken, ik heb die opgeschreven. Een optometrist. Die meten speciaal ogen. Die dus van die afwijkingen hebben. En dan moet ik of een training gaan doen. Of ik moet een speciale bril of speciale lenzen. Die er dus voor gaan zorgen dat ik geen hoofdpijn meer heb en zo. Ja, deze week gaat dus mijn school echt beginnen. Dus ik ga echt lessen krijgen en zo. En ik denk dat het echt heel vermoeid gaat worden. Maar ik ga mijn best doen. Ik ga nu ook proberen om nog even wat video's te editen. Want ik moet echt nog heel veel video's editen. Ik loop echt achter met al mijn video's. Dus sorry daarvoor. Ik ga mijn best doen. En ik ga gewoon proberen zoveel mogelijk nu even te editen. Voor zover ik kom, zeg maar. Want het is gewoon echt heel vermoeiend voor me. Ja, of niet voor mij, maar voor mijn ogen. Het is gewoon zo naar. Dus ja, ik heb even lekker limonadetje erbij gepakt. En ga ik even proberen te... Oh, dat was mijn knie of enkel. Ga ik eventjes mijn best doen om te editen, dus. Het is nu echt al 5 uur later of zo. En ik heb alleen nog maar een huiswerkopdracht gedaan. En ik heb nog steeds geen video geëdit. Ik moet er sowieso eentje af hebben vandaag, vind ik. Ik ben trouwens ook gestopt met ADHD-medicatie voor de mensen die het willen weten. En dat komt omdat ik er gewoon heel erg misselijk en zo van word. En naar mijn idee werkt het niet, maar ja. Vandaag is echt een kutdag. Het is zondag! En ik ben een slechte vlogger. Hey Francis, stop jij eens even. Opstoppen, oprotten, stoppen. Oké, jongens. Vandaag de hele dag niet... Frans, hou je mond. Ik heb vandaag de hele dag gewerkt, dus ik heb niet gevlogd. En ik heb dit kleed gekocht. Het is zo'n strandlaken, maar het is geen zomer meer. Maar ik had hem gewoon wel gekocht. Ja, vet cool. Oh, ik zit onder de puistjes. In ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Volgens mij was hij echt super kort, ik weet niet. Maar in ieder geval, ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende video! Doei!